Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Blauwendaal, Sanidump en Kleven en Zonen. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Rijnmond Sport. Zoals je weet, de sportwereld ligt stil vanwege de coronacrisis. Een aantal sportbonden, waaronder die van het basketbal, heeft al besloten om de rest van de competitie te schrappen. Dinsdag neemt de KNVB een besluit over het restant van de voetbalcompetitie. Wordt er alsnog gespeeld of toch niet? Kan Feyenoord die succesvolle reeks onder Dick Advocaat voortzetten? Dat is de grote vraag. Dick Advocaat zelf twijfelde of hij nog een jaar bij Feyenoord blijft. Hij zou daar eind maart een beslissing over nemen. Maar we hebben hem gesproken. Hij stelt die beslissing vooralsnog eventjes uit. Omdat hij zegt, alles ligt stil. Dus ook mijn beslissing hierover wordt even uitgesteld. Voorlopig dus helaas geen voetbal. Toch was er nog een klein beetje goed nieuws. De derby Sparta-Feyenoord kon alsnog worden gespeeld. Weliswaar op een computerspel. Mijn uren die ik maak bij Sparta zijn wat minder. Evenementen zijn ook allemaal afgelast. Alleen ja, het spel FIFA blijft online, een online game. Dus mooi dat we dat kunnen doen en kunnen blijven doen. Leeton Orient uit Engeland, een profclub, die heeft de Ultimate Karan Team Cup opgericht. En dat zorgt ervoor dat wij allemaal veilig thuis moeten blijven of op de club. En spelen een online toernooi tegen alle andere profclubs. Dit is een mooi initiatief om voor zulke clubs dan geld in te zamelen. En het is ook voor ons om e-sports toch in beeld te brengen bij de supporters van clubs. En ja, nu zijn we met de derby tegen Sparta toch een leuke wedstrijd tegengekomen. Hij kwam heel snel op 1-0, dus ja, dan moest ik komen en had ik heel vaak de bal. Alleen met de gameplay die wij nu moesten spelen, deden we dat 85 algemeen. Dan is iedereen gelijk aan elkaar. Dat is ook eerlijk voor de profvoetballers bijvoorbeeld. En ja, dan is het gewoon heel moeilijk om dan doorheen te komen. Vooral omdat het dan zo traag gaat. Dat voor hem dus tevens ook. En nou, voor mij lukt het dus niet, helaas. Deze wedstrijd was toch wel een beetje speciaal omdat het Feyenoord-Sparta was en we hebben al wat onderling gehad in de E-divisie waar we eigenlijk de wedstrijd van het seizoen werden. Omdat Sparta van Feyenoord won met heel veel kansen vanuit Feyenoord, maar de bal er maar niet in wou en hun wonnen op uitdoelpunten toen. Dus ja, het stond toch wel druk omdat er heel veel vanuit supporters natuurlijk die willen dat Feyenoord wint van Sparta. Dus ja, eerst had ik er niet echt gevoel bij, maar toch stond er op deze wedstrijd extra spanning. Het derbygevoel is er sowieso. Die is ook tussen mij en Jimmy. Dat weet hij zelf ook. We hebben soms een beetje onderlinge nijd, maar al met al, hij heeft goed gespeeld. En we zijn geen vijanden, gewoon vrienden. Het vriendschappelijke toernooi om geld op te halen voor de kleine Engelse clubs wordt in de komende dagen uitgespeeld. Feyenoord won, na Sparta ook van Fortuna Sittard en Queen's Park Rangers en zit nu in de kwartfinale. Nou, FIFA kun je dus prima in je eentje spelen. Bijvoorbeeld als je net als heel veel regionale sporters in quarantaine zit. We hebben een aantal van hen gevraagd om ons toch op de hoogte te houden via een vlog van hun sportieve ontwikkelingen. Goedemorgen. Yes. Goedemorgen allemaal. Een hele goede middag, Louis de Vares. Goedemorgen. Hoi. Hey, hey. Hey allemaal. Van Rijnmond hebben ze gevraagd of ik jullie op de hoogte wilde houden bij mijn trainingen. Nou, ik heb een mooi trainingsschema meegekregen vanuit Excelsior. Dat heb ik vanmorgen allemaal mooi uitgevoerd. Krachttraining, looptraining. Maar ik heb wat spierpijn. En dat wilde ik graag eruit fietsen. En dat kan ik mooi combineren met het bezorgen van mijn geboortekaartjes. Dus ik ga jullie meenemen op een mooie trip door heel Rotterdam. Nou, van Noord naar Schiebroek, naar Hilversberg. Uitgekomen in Terbregge. Nou, daar zou je echt niet doodgevonden willen worden. Wie vindt dat? Oké. Okay. Toen mochten we niet meer trainen, toen kregen we gelijk een trainingsschema. Dan moeten we trekken via een app en dan dus ze controleren. Ze controleren het, ja.
Maar ja, je controle is geen wantrouwen. En ik zie jullie denken met z'n allen, die van haar, dat is echt zo'n jup. Die heeft alleen maar vrienden in Blijdorp, Hilgersberg, Schiebroek, Prinsenland, Kralingen. Maar hij heeft ook vrienden in op Zuid. We gaan nu beginnen aan de Koldela Erasmusbrug. Goedemorgen. Yes. Goedemorgen allemaal. Een hele goede middag, Louis de Vaarder. Goedemorgen. Hoi. Hey, hey. Hey allemaal. Yes, in deze coronatijden moeten we een beetje creatief zijn. Dus ik kom net terug van een training. Ik begreep bij een aantal andere clubs dat ze verplicht hun runkeeper gegevens moeten doorsturen. Om te laten zien dat ze wel die kilometers hebben gelopen en die minuten hebben gemaakt. Bij Sparta is er gelukkig iets meer vertrouwen in de speler zelf. Dus we kunnen eigenlijk wat dat betreft op eigen manier invullen. En verder is het gewoon burgerplicht vervullen. Zoveel mogelijk thuis blijven. En wachten tot de storm over is. En zo proberen onze regio-sporters dus toch fit te blijven ondanks die coronacrisis. Tot zover deze aflevering. Vrijdag een nieuwe aflevering op TV Rijnmond van Rijnmond Sport dus. Tot die tijd kun je onze online kanalen in de gaten houden voor het laatste nieuws. Zodra er nieuws is over de Eredivisie, dan laten we het weten via een speciale aflevering van FC Rijnmond in quarantaine. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Pas goed op jezelf. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Blauwendaal, Sanidump en Kleven en Zonen.